Tot slot zoeken we nog een bende inbrekers die in Gent een gat in de muur hebben gemaakt om binnen te geraken bij een juwelier. Naast de zaak stond een pand leeg. Daar hebben de dieven van geprofiteerd. Bewakingscamera's hebben de inbraak volledig gefilmd. De Sleepstraat in Gent. Op 10 mei van dit jaar ontdekt een juwelier midden in de nacht dat zijn zaak is leeggeroofd. Hij is voor meer dan 20.000 euro aan juwelen kwijt. In de muur achter de toonbank is een gat van 40 op 40 centimeter gemaakt. Naast het gat liggen de houders van de juwelen. Het gat is gemaakt vanuit een leegstaand pand links naast de juwelier. Op bewakingsbeelden van die nacht zien we een man zich door het gat wringen. Hij draagt handschoenen en zijn gezicht is bedekt. Wellicht weet hij dat er infraroodcamera's hangen en dat er een alarmsysteem is. De man blijft laag bij de grond om de bewegingssensoren van het alarmsysteem te omzeilen. Het is pikkendonker. De inbreker moet zijn zaklamp bovenhalen om iets te kunnen zien. Dan haalt hij voorzichtig een houder met juwelen uit de kast en geeft die door het gat aan iemand aan de andere kant. De dief neemt houder per houder weg. Af en toe doet hij zijn zaklamp aan om de buit te kunnen bekijken. De rest gebeurt op de tast. Wellicht weet deze man precies hoe deze winkel eruit ziet. Hij kruipt rustig van de ene kast naar de andere. Na ongeveer 10 minuten reikt iemand hem een rugzak aan. Nu zijn de juwelen in de etalage aan de beurt. Ze verdwijnen stuk voor stuk in de zak. Niemand kan de man zien van op de straat, want het rolluik is naar beneden. De etalage is nog niet helemaal leeg. De man kruipt opnieuw naar het gat. Iemand geeft hem een gsm. Meteen daarna komt een kompaan tevoorschijn. Daarna roven de twee samen verder. Na meer dan 4 minuten zien we dat de tweede man een gsm tegen zijn oor houdt. Dit kan een signaal zijn dat hij terug moet gaan. Hij geeft de gsm door en sluipt naar het gat. De andere komt hem achterna met de rugzak vol juwelen en duwt die door het gat naar het leegstaande pand. Maar in plaats van ook zelf weg te gaan, blijft hij in de winkel. Hij staat recht, wellicht om te kijken wat er nog meer te rapen valt. Maar daardoor wordt het alarm geactiveerd. De inbreker probeert nog zoveel mogelijk mee te nemen. Er valt van alles op de grond. En dat terwijl de juwelier en zijn vrouw boven wonen en wakker geworden zijn door het alarm. Na 2,5 minuut kruipt de inbreker pas weg. De camera die buiten aan de zaak hangt, filmt de twee mannen wanneer ze uit het leegstaande pand komen. Ze hebben allebei een gevulde rugzak aan en zetten het op een lopen. Het is 2:55 s'nachts. Bijna 4 uur eerder filmt dezelfde camera hen wanneer ze aankomen om 10:50. De man die nu aan het bellen is, is degene die als eerste door het gat kroop. Hij geeft de gsm door en gaat binnen. 3 minuten later kijkt de andere nog eens rond en gaat hij ook binnen. De twee komen pas terug in beeld wanneer ze uren later aan de andere kant van de muur tevoorschijn komen. De politie vermoedt dat de inbrekers niet alleen handelden. Op beelden van andere winkels in de straat staan twee mannen die zich verdacht gedragen. Om 11:06 staan ze in het portaal van een kledingzaak schuin tegenover de juwelier. Ze kijken naar de overkant en hebben het misschien zelfs over de grootte van het gat dat moet gemaakt worden. Na enkele minuten wandelen ze terug naar het begin van de straat. Ze blijven staan voor een supermarkt aan de linkerkant. Een bewakingscamera filmt hen door het glas. Een van de twee is nu aan het bellen. Misschien met de twee inbrekers, want die komen net op dat moment de straat ingelopen. En ook een van hen is aan het bellen. Vermoedelijk staan de vier dus de hele tijd in contact met elkaar. Misschien heeft iemand meer informatie over deze bende. Eerst en vooral over de twee mannen die het gat in de muur maakten. Ze zijn allebei redelijk klein, ongeveer 1,60 meter.
De eerste draagt een jeansbroek en witte sneakers. Zijn gezicht komt het best in beeld wanneer hij de winkel leegrooft. De tweede inbreker draagt donkere sneakers met een wit accent en een donkere trainingsbroek. Op een van de twee broekspijpen staat een tekening aan de rechterkant. De kleuren zijn vervormd door de infraroodcamera binnen. Daarnaast zijn er de twee personen die vermoedelijk op de uitkijk stonden. De man links is struis gebouwd. Hij draagt een pet en een trainingspak van het merk Adidas. De andere komt het meest herkenbaar in beeld. Hij heeft een jas met zwarte mouwen en opvallende schoenen van het merk Plein Sport. Alle tips over deze feiten in de nacht van 9 op 10 mei zijn welkom.